En jawel, ik heb last van hooikoorts. Het heeft niet met die virus te maken, want ik zat er al tegenaan zeker dat die virus uitbrak. Goed zo, goed zo. Toon maar. Grote meid. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer vrijdag. Ja, vrijdag 20 maart. En we leven om 12 uur 31. Ik ga zo meteen met Rijka uit. En Ruti komt weer even wat brengen. En jawel, ik heb last van hooikoorts. Het heeft niet met die virus te maken, want ik zat er al tegenaan te hikken dat die virus uitbrak. Maar het wou niet doorbreken. Nou loop ik te niezen en af en toe te hoesten en het water loopt af en toe wat nog. Ik heb net dan ook mijn medicijnen er netjes voor ingenomen. Ja, dus dat zal wel weer met een paar dagen beter gaan. Ja, en ik ben nog vrolijk, dus ik keer verder snacks. Ik voel me goed eronder, dus ja, we gaan gewoon door met die banaan. Hé, Rijka? Ja, zeg maar ja tegen het leven. Ja, toch? Mijn capuchon die zit niet fijn. Er zit een bobbeltje in. En ik vind het koud, ik vind het niet warm. Ik heb een t-shirt onder mijn jurk aan, met lange mouwen ook. Dat is gewoon echt niet fijn. Maar oké, lieve vrienden, Ruti komt dus ook nog weer. Want die heeft iets dat moet ingescand worden. Nou, dat heeft hij allemaal nog niet. Dus dat gaan we even voor hem doen. En, want hij moet kopies hebben. Ja. Om te bewaren ook. Voor zichzelf, maar ook voor derden. Maar het komt allemaal goed. Want we zijn even druk bezig voor hem. Ga eens even naar de kant, zo direct lekker staart onder mijn wielen. Dat moet me niet, of wel dan? Nee, dacht ik niet. Maar oké, het is grijs, het is grauw, het is koud, er is niks aan. Dus ja, ik kleed me wel warm aan, want ik vind het me niks. Nee. Maar ik zie jullie straks alweer en ik ga ook met mijn normale mobiel even een vlog opnemen. Een speciale vlog. Nee, niet voor dat bloemetje. Nee, voor wat er nou allemaal gebeurt op de wereld. Op onze aardbol. Ja, met die virus. Dus ja, ik hoop dat het allemaal lukken wil. Ik moet daar ook eventjes een passend gedicht voor zien te vinden. En anders maak ik er zelf een. Ja. Maar ik ken ook nog. Ja hoor, ik doe dat zo. Maar oké, lieve vrienden, ik ga eerst even zelf naar de wc en daarna ga ik Rijka uitlaten. En dan komen we zelf wel weer retour. Ik zeg ze, boe, kom er niet meer uit. Ik zeg dan, tot dan. Doei. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. We zijn net binnen, gelijk weer de boel uit. De Rijka die zit al niet thuis. Ze kon er eerst niet komen, want Kamerhof die zat daar. Kamerhof heeft ook lekker meegelopen. Dus ja, hartstikke leuk. Ik ga zo meteen Rutte bellen, dat ga ik niet komen. En ja, Karin die kan ik niet spreken, want Roderick is thuis aan het studeren. En dan via internet zijn leraar in de huiskamer en zijn medeleerlingen. Dus ja, altijd gezellig, maar niet heus. Want je moet je mond houden als vrouw zijn. Je kan niks doen, je kan niet stofzuigen, je kan niks. Nee, moet stil zijn. Maar ja, oké, ze heeft het zelf voorgesteld. Dus ja, dan moet je dat... Als je het zelf voorstelt, moet je dat met je kont op de blaren zitten, zeg maar. Ja, meisje, hallo. Ja, jullie moeten nog eten. Vrouwtje moet ook nog eten. Ja, echt wel. Maar het is op het moment net 1 uur, dus ja, op die klok tenminste. Ja, 7 uur overheen. Dus een mooie tijd om mijn lunch te doen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van de dag. Gaan wij ook aan deze kant doen. Ik ga Ruud bellen dat hij kan komen. En ik zorg voor de dienst, ik zorg voor mezelf. Bak ik koffie erbij, lekker. Computer aan, die heb ik ook nodig. Dus druk, 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 druk! Maar maakt niet uit. Nee hoor. Ik zou zeggen, tot straks.
Ja, lieve vrienden, hoe lang leven we eigenlijk? Alweer, oh, hij staat ook niet goed. Even goed zitten. 14:44, ja. Ruud die is alweer weg. Ik heb dingen ingescand, ook had ik zelf papieren dat ik ook moest inscannen, dus ook gelijk gedaan. En ook ik krijg af en toe hulp als ik het even niet weet van Karen en Roderick. Dus ja, dat is er ook allemaal naartoe. Dus ja, daar schaam ik me niks niet voor. Nee, als men hulp nodig hebt van de jongere garde die het weer wel weten. Nou ja, oké, prima, niks te doen. Dan stuur ik het even door. En dat is mijn klokje. Maar in ieder geval... ik ga zometeen een andere filmpje maken voor de coronavirus. Ja, want dat is niet niks, lieve vrienden. Nee, ik vind het maar erg. Oké, ik zal het zitten niet mee hoor. Nee hoor, ik ben er ook niet bang voor, niks. En, maar er zijn wel mensen die er even een hart onder de riem wilt steken die er wel bang voor zijn. En ook ja, de medische wereld staat voor niets. Ook die een hart voor de even een riem onder. Godje dikke, maar ik kom er naar huis. Wat erg, hè? Oh. Een hart onder de riem te steken, hè? Zo, hè? Bla bla bla. Maar in ieder geval, kan er niks aan doen. Rijkheid ligt nou weer lekker net op de bank. Ze stond voor het raam. En Ewen die ligt achter de bank op de vensterbank. Kandalf die is buiten en daarnet zat hij op de picknicktafel. Het is heel vreemd weer. Dit is ja, een dichte lucht van bewolking. En toch schijnt het zonnetje heel waterig. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Maar oké, ja, Rudy moest ook weer terug, want hij helpt een buurvrouwtje die net terug is uit het ziekenhuis. Ze had geen coronavirus, maar ze markeerde wat anders, daarvoor wordt opgenomen. Nou ja, ze zit nou weer thuis, dus Ruud doet even boodschapjes voor haar. Nou, hartstikke lief toch? Ja, helpt elkaar. Simpel. Hier zijn ze allemaal een beetje op hunzelf. En daar hou ik ook weer niet van. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Kan er ook niks. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Maak er wat van, doe het met een lach. Probeer te genieten van alles, al is het nog zo klein. Want ook kleine dingen zijn fijn, ja, om daarvan te kunnen genieten. Zoals een tekening voor je kleinkinderen of wat dan ook. Daar geniet ik tenminste ook van als ik ze ooit zal krijgen. Maar ik krijg ze niet, want ik heb mijn kleinkinderen niet. Ja, ik heb toevallig een paar foto's gekregen, maar dat gaat dan weer via Karin. Maar ja, dat boeit niet. Nee, ik mag ze niet zien. Dat is echt. Weet je, maar ik heb maar wel. Ah! Nee, maar witte baard zo in het rond. Helemaal zo gekruld erop. Nou, leuk. Wat is een meisje? Wat is er? Wat is het dan? Moet ik even bij je komen? Hé? Moet ik even bij je komen, schat? Hé, ze is zo lief. Ze is zo lief. Ja. Het is zo'n schat, hè. Ja, je bent zo'n schat, hè. Ja, ik kan vanochtend weer klozetpapier op vrouwtje de bed kapot gemaakt, hè. Ja, dat mag weer niet. Dan heb ik voor andere doeleinden nodig. Zoals mijn neusjes een keer sluiten en als jullie eens een keertje over moeten geven. En dan heb ik gelijk om dat op te ruimen. Hé, meisje? En ik geloof dat het kan al worden, maar ik weet het niet zeker. Gaan we daar ook nog even kijken. En nog later staat nog in de weg. Maar ik moet daar nog opruimen, want ik moest erbij. Ik moest bij de printer. Ja, daar stonden we later even in de weg. Ik weet het niet zeker. Nee. Hij is er niet. Oh, jawel. Jawel, hij is er wel. Hallo. Hallo, mannetje. Kandalfie. Hij mouwt zo zachtjes tegenwoordig. Hé? Hij mouwt nou zo tegenwoordig zo zachtjes. Hé? Kereltje. Ja, je moet een beetje harder mouwen. Hé? Hey.
binnen al de beesten me. Hé? Ja, dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet dus nog maar verder. Ik ga dat ook doen samen met mijn diertjes. Hier ligt trouwens Ewie nog. Die ligt ook te slapen. Oh, nou. Hé? Ja, die stoel is niet op zijn plek neergezet. Wat wel behoort, als ik bij iemand anders op visite ben, al ken ik ze nog zo goed, mijn stoel gaat weer op zijn plek. Simpel. Ja. Maar ja, ik zal het zo even doen. En dan ga ik mijn andere mobiel er even op zetten, om daar rustig even mee een filmpje op te kunnen nemen. En gelijk naar YouTube toe. Ja. Dan wordt een extra vlog. Hoop ik dan. Hè? Kind? Ja nou, wat een dikkie. Maar oké, ik zou zeggen tot later, lieve vrienden. Doei doei. Grote meid hoor. Grote meid. Goed zo. Maak hem een kapotte vrouwtje. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Geweldig. Ja, lieve vrienden, ik sta buiten, midden in de nacht. Hoe laat leven, dat weet ik niet eens. Ik zie het ook niet eens. Al laat in ieder geval. 2:34, daar staat Rijka, maar daar zijn ze nog aan het werk. Van vrijdag op zaterdagavond, althans nacht. Dus ja, dan wou ik jullie even toch mee laten genieten. Ik loop hier te trillen, want het is roetje koud. Ik ben dik aangekleed, maar ik heb momenteel mijn handschoenen uit vanwege om mijn mobiel vast te houden. We zijn er druk aan werk. En wat de reden ervan is, Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Even stil blijven staan. Ik weet niet of jullie die man daar ook in een oranje jas ziet staan. Ja, ik kan niet. Voilà. De trillen doet de wind hoor, ik niet. Ik sta hier pal op de wind. Wat ze doen, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. En Rijka die wil graag doorlopen. Hé meisje? Ja, we gaan ook